Van Emmikhoven tot Altena, zo heet de tentoonstelling die in september geopend wordt op Kasteel Dussen. Een tentoonstelling met voorwerpen, foto's en verhalen uit de 14 gemeenten die het gebied ooit kenden. Voorwerpen zoals schildjes, vazen en glazen. Hannie Visser-Kieboom en Kees Vreken verzamelden al deze voorwerpen. Maar. Er is niet veel bewaard gebleven. Het viel een beetje tegen het aantal voorwerpen wat we gekregen hebben. De meeste dingen hebben we eigenlijk via gemeentes gekregen. Maar we hebben toch ook nog wel een aantal ja, leuke dingen van particulieren gekregen. Zoals bijvoorbeeld dit glas. Hè. Dit is een glas wat de gemeente Woudichem heeft gegeven toen ze in 1973 dus werd heringedeeld met Almkerk en Gieserijswijk en Andel. En toen kregen alle mensen die bij de gemeente werkten die kregen dus een glas. En hier staat dus het wapen van, uh, van Woudichem op en er staan ook inderdaad de twee zalmen op. Die zijn eigenlijk wel heel herkenbaar en die zie je ook in dat andere wapen weer terug. Kasteel Dussen, wat tussen 1954 en 1997 dienst deed als gemeentehuis van de gemeente Dussen... is één grote verzamelplaats van voorwerpen van die gemeente Dussen... Die in 1997 fuseerde met de gemeente Werkendam. Een van die voorwerpen is de ambtsketing, laatst gedragen door burgemeester Helligers. Die daarna ook nog burgemeester is geworden van de gemeente Werkendam. Ik vind eigenlijk de, ja, de Amsketens van de, de oude gemeentes vind ik wel heel bijzonder. Uh, hier in Kasteel Dusse hangt ook natuurlijk nog een uh, oude Amsketen. Uh, dat vind ik zelf wel een heel erg mooi stuk. Uh, nou, tegelijkertijd, dit is vanuit uh, 1815, uh, meen ik. Dan denk ik van wauw, dat is al meer dan 200 jaar oud. Dat vind ik ook bijzonder, met name vanwege de leeftijd. Het is het eerste wapen van de gemeente Werkendam. Dus uh, het stamt uit de 1815. In die periode moest elke gemeente een uh, ja, eigen wapen uh, laten maken, zogezegd. Voordien bestond die structuur van gemeentes natuurlijk niet. Toen had je heerlijkheden en steden en nou, dat was, het zat allemaal een beetje anders in elkaar. In ieder geval, de gemeente Werkendam, de toen ontstaande gemeente Werkendam, die dacht, nou weet je wat, wij hadden een heer, de heer Roest van Alkemade, Die heeft een wapen, laten we gewoon dat wapen gebruiken. Nou ja, dan zijn we klaar. Maar goed, ja, zo makkelijk ging dat dus niet. Want de hoge raad van Adel zei, nee, daar gaan we niet mee akkoord, want die man leeft nog en je kunt ook geen dubbele wapens gebruiken. Nou ja, dat, allemaal, dat soort redenen. Dus toen heeft men gedacht: Nou, in dat wapen van die heer stonden eendjes. Uh, die uh, zetten we in het wapen. Salm, die komt uit het wapen van de heer van Altena. Uit een heel erg grijs verleden. Uh, nou, alles bij elkaar was dat dus een mooi wapen. En het was ook mooi uit te leggen: want ja, eendjes, zalmen, eendekooien in de biesboer, zalmen, visserij. Uh, simpel. Gemeentewapens zijn er voldoende te vinden. En worden voor de tentoonstelling afgestoft en tentoongesteld. Maar wie nog echt bijzondere voorwerpen heeft liggen. Kan die altijd nog aanbieden voor de tentoonstelling? Mensen kunnen gegevens vinden op onze website uh, www.erfgoedaltenaal.nl. En daar staat mijn mailadres en staat ook telefoonnummer, dus daar kunnen mensen altijd contact opnemen En dan uh, kunnen we kijken uh, dat we de spullen nog ophalen. We gaan op 4 september gaan we de expositie inrichten op het kasteel. Dus als we het voor die tijd hebben, dan is het mooi, uh, op, mooi op tijd. We hebben dus voor uh, de opening van de expositie hebben we dus twee oud-burgemeesters uitgenodigd. Burgemeester Helligers inderdaad en burgemeester uh, Scholten. Uh, die was burgemeester van Rijswijk, Andel en Giezen. En die komen hier iets vertellen over het thema uh, één gemeente na een eeuw te laat. En daarna mogen de bestuurders van de huidige gemeente samen met de burgemeesters inderdaad de expositie openen. En daar hebben we ook iets heel leuks voor bedacht.